Hoi. Stel je voor dat je op een strand loopt en dat je een horloge vindt. Een horloge, ja. Ja, je weet dat iets dat zo ingewikkeld en vernuftig is niet bij toeval kan zijn ontstaan, of wel soms. Hoeveel golven ook op de kust slaan, een horloge kan nooit het gevolg zijn. Je concludeert dus, dat het met kunde en aandacht doelbewust door iemand is gemaakt. We zien nou het heelal. Het heelal. Ja, het heelal is veel ingewikkelder natuurlijk dan een horloge, dus het is nog onwaarschijnlijker dat het bij toeval is ontstaan. Er moet dus een equivalent van de horlogemaker zijn. Een goddelijke schepper. God. Aldus redeneer ik, William Paley. Ja, sommigen vonden dat niet zo erg sterk bedacht. Vooreerst weten we wat voor soort dingen horloges zijn en waar ze vandaan komen. Dus natuurlijk wijst de horloge op een horlogemaker. David Hume, dat ben ik, heeft er evenwel op gewezen dat we geen idee hebben wat voor soort dingen universums maken. Ervaring doet er hier het zwijgen toe. Erger nog, we kennen allerlei dingen uit de natuur die groeien en niet worden geschapen. Kippen komen uit eieren, niet van de lopende band. Maar Darwin? Evolutietheorie verklaart vernietigend genoeg wel hoe complex leven is geëvolueerd zonder een goddelijke ontwikkelaar. Ontwikkelaar. Hoe plausibel Paley kortom ook lijkt, een toevlucht tot zijn horlogemaker behoort tot de verleden tijd.